Museum Het Schip is geheel gericht op de architectuur in de Amsterdamse schoolstijl. Naast een vaste tentoonstelling heeft het museum ook wisseltentoonstellingen met thema's die met de Amsterdamse schoolstijl te maken hebben. Zo is er op dit moment de tentoonstelling Bruno Tout, de fantasie voorbij te zien. De tentoonstelling is thematisch opgebouwd. We hebben de eerste zaal waar we nu staan is de inspiratiebronnen van Bruno Tout. Een beetje meer gericht op zijn kunstzinnige aspect. Hij leefde vanaf 1880 tot en met 1938. Dus zit in het begin van de 20e eeuw. De Jugendstil was inderdaad heel erg aanwezig op dat moment. Dus hij liet zich inspireren door de natuur, door die sierlijke vormen. En dat zou hem eigenlijk zijn hele leven lang bijblijven. Wat wel heel erg belangrijk is geweest, is de Eerste Wereldoorlog natuurlijk. Die is van 1914 tot 1918. Dat heeft echt heel veel mensen het leven gekost. En daar was hij zo van ontgoocheld eigenlijk, dat hij heel erg wilde bouwen aan een nieuwe samenleving. En hij had hele utopische ideeën over hoe een goede samenleving tot stand zou moeten komen. En hij wilde ook heel erg werken aan vrede. En vrede was het belangrijkste voor hem. Dus op een gegeven moment bedenkt hij Kristalpaleis in de Alpen, die de vrede zouden stimuleren, want die zouden dan zo mooi en prachtig zijn dat het eigenlijk niks anders dan vredelievend zou zijn. En zo probeert hij eigenlijk altijd op de gemeenschapszin in te spelen en op de maatschappij als een samenleving en om zo samen sterker te worden. Dat is heel belangrijk voor hem. Niet alleen was Bruno Tout overtuigd pacifist, hij droeg het socialisme ook een warm hart toe. Ja, of je zou eigenlijk misschien in het Nederlands zijn een beetje kunnen vergelijken met de sociaaldemocraten, maar hij heeft ook in Moskou gewerkt inderdaad. Zoals ik zei, 1918 was het einde van de Eerste Wereldoorlog. Een jaar daarvoor was Lenin in Rusland heel erg bezig. Dus ze hadden ook de ontgoocheling hier, in Duitsland en in Nederland was dat ook, van al die gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. En ze keken eigenlijk allemaal naar Rusland en ze zagen daar hoe het mogelijk leek om een soort samenleving te maken voor het volk. En daardoor werden ze heel erg geïnspireerd. Bruno Tout had niet één specifieke architect als voorbeeld, maar keek naar heel veel architecten. Met name architecten uit Europa en Amerika. En hij had dus ook wel echt als voorbeeld hier de twee stromingen die je eigenlijk had in Nederland bijvoorbeeld, was het ronde Amsterdamse school en het meer zakelijke Rotterdamse stijl. Daar keek hij eigenlijk allebei naar. Dus hij keek zowel naar voorbeelden als de Van Nelle Fabriek, als dus Plan Zuid, de Dageraad in Amsterdam door Michel de Klerk en Piet Kramer. Daar liet hij zich allebei door inspireren. Het is heel moeilijk om te zeggen wie hij als zijn grote voorbeeld had, maar hij keek heel erg veel om zich heen. Hij hield alle architectuurontwikkelingen, volgde die eigenlijk op de voet, ook in Duitsland, in Engeland, in Amerika. Dat was natuurlijk makkelijk via die tijdschrift. En hij hield dat allemaal heel erg nauwlettend bij en probeerde daar wel zijn eigen draai ook aan te geven. Bruno Tout en de Amsterdamse school vinden elkaar echt in heel veel ideologische vlakken. Ze raken elkaar ook heel erg. Bruno Tout heeft ook veel geschreven over de Amsterdamse school. Hij had er ook hele grote bewondering voor. En beide waren ze heel erg op het maken van goede kunst, goede architectuur, goede vormgeving voor het volk, eigenlijk voor het brede volk. En heel erg gegrond en vanuit die sociale idealen inderdaad. Ja, ja. Bruno Tout als bouwer. Ja, wat kan ik daarover vertellen? De tweede zaal is eigenlijk thematisch ingedeeld. En je ziet wat we hebben is bijvoorbeeld maquettes van een wijk die hij heeft gebouwd, maar ook van zijn eigen woonhuis. Het is een heel interessant soort taartpunt, lijkt het wel. Dat ook mensen hadden gezegd van, nou, je huis is nog niet helemaal af, het is maar een kwart cirkel. Dat is een heel interessant woonhuis wat hij heeft gebouwd. We hebben een hele bijzondere maquette van. En wat we ook hebben in die tweede zaal is een heel mooi een vlag die hij heeft gemaakt. En die vlag, die hebben we gevonden doordat iemand in een archief daar eigenlijk kwam. En dat is van een museum in Berlijn. En die vlag had hij gemaakt voor een wijk die hij had gebouwd. En hij wilde dat mensen op belangrijke sociale feestdagen die vlag eigenlijk als een soort trots konden dragen. En dat gebeurde ook. En dat is wel een heel uniek object dat we hebben. Dat is nooit eerder hier tentoongesteld. Bruno Tout ontwierp ook vele bekende gebouwen. Het glashuis is een van de bekendste gebouwen die hij heeft gemaakt. Dat is gemaakt voor de Duitse Werkbond in 1914. Het was een soort kristalhuis van beton en glas
wat alleen één functie had en dat was om mooi te zijn. Verder heeft hij heel veel wijken gebouwd in Berlijn. 25 wijken heeft hij daar gebouwd. En er zijn 4 ervan nu UNESCO Werelderfgoed. En 1 is ook wel heel erg bijzonder. Dat is de Hoefijzersiedlung, dus het Hoefijzerwijk. En daar heeft hij een flatgebouw gemaakt in de vorm van een hoefijzer. En daaromheen heeft hij die wijk gebouwd. Dat is een heel erg uniek gebouw. Een wijk. Schillerpark heeft hij ook gebouwd, Valkenberg. Dat zijn wijken die hij heeft gebouwd in Berlijn, die nu allemaal UNESCO Werelderfgoed zijn. Hoewel niet altijd uit vrije keus, ontwierp hij ook buiten Duitsland. Hiermee kreeg hij ook bekendheid in andere delen van de wereld. Hij trok naar Nederland, maar ook naar Engeland is hij geweest, naar Litouwen. Hij is zelfs naar Turkije geweest. Hij is naar Rusland geweest, daar heeft hij ook even gewerkt in de jaren 30. Heeft hij voor de Sovjet-Unie gewerkt. De Rijksdagbrand was in 1933 in Berlijn. En dat was het moment dat het naziregime heel erg groot werd in Duitsland. En omdat Bruno Taut in Rusland had gewerkt, werd hij bestempeld als een cultuurbolsjewiek. En die waren niet zo heel erg geliefd. Dus hij heeft via te horen gekregen van nou dat hij ergens op een lijst stond en dat het niet meer heel veilig voor hem was. En toen is hij eigenlijk in het hols van de nacht met zijn tweede vrouw is hij gevlucht. Via Parijs, Odessa is hij uiteindelijk in Rusland terechtgekomen en heeft hij de Trans-Siberië Express genomen naar Japan. En daar heeft hij 3 gewoond en daar heeft hij ook gewerkt. En zijn laatste 2 bracht hij door in Turkije, waar hij werkte voor de Turkse president Kemal Atatürk. Naast gebouwen ontwierp Bruno Taut ook toegepaste kunst. In Rusland wilde hij heel veel bouwen, maar het kwam helaas er niet heel veel van, omdat het regime steeds strenger werd en steeds minder vrij, om het zo maar te zeggen. Dus daar heeft hij wel ontwerpen gemaakt voor hotels en dat soort dingen, maar er is niet heel veel van gerealiseerd. In Japan kon hij niet werken als architect, maar hij heeft daar heel erg de Japanse cultuur bestudeerd. En om zelf geld te verdienen, heeft hij allemaal kleine toegepaste objecten gemaakt. Dus broodmandjes, sigarettendoosjes, briefopeners. En heel interessant, hij probeerde eigenlijk dingen te maken voor een modern leven, maar met de traditionele Japanse ambacht. En daar heeft hij een soort van mix tussen gemaakt. Dus we hebben ook een heel bijzonder aantal objecten van. Dus ook een heel bijzonder is een broodmandje wat we hebben. Dat is echt van dat speciaal gevlochten bamboe vlechtwerk. En dat is heel erg leuk, want een broodmandje als je het ziet dan denk je, goh, dit lijkt echt wel heel erg traditioneel Japans. Maar eigenlijk was dat niet zo, want brood in de 20e eeuw was een heel nieuw product. In Japan at iedereen rijst en brood kwam vanuit het Westen. Dus een broodmandje was een heel nieuw iets voor een modern leven, maar dan toch die traditionele ambachten die je erin vervlochten ziet. Bruno Taut was een man die voortdurend bezig was met de toekomst. Zelfs soms op het futuristische af. Nou, het is eigenlijk wel leuk. We hebben, er is alleen een manuscript van bewaard gebleven, maar hij heeft ooit een film geschreven, een filmmanuscript, die Galoschen des Glücks, dus de overschoenen van geluk, om het zo even te zeggen, geïnspireerd op een sprookje van Hans Andersen, maar dan speelt het zich af in het jaar 2000. En de hoofdpersoon die trekt de schoenen aan en die gaat naar de toekomst, naar 2000, en die ziet daar eigenlijk een hele nieuwe wereld, dus daar zit hij heel erg in het futurisme. Dus daar is een hele erg link mee te maken. Heel erg op de toekomst gericht en vooruit. Ja. Bruno Taut als inspiratiebron. Ja, Bruno Taut was een heel bijzonder architect die heel veel mensen heeft geïnspireerd. Zoals bijvoorbeeld de Japanse architect Kenji Kuma. Die is nu wereldberoemd en werkt overal ter wereld. En zijn vader in Japan had een mandje gekocht van Bruno Taut. En daar was hij zo door gefascineerd als kind dat hij zelf ook besloot architect te worden. En hij heeft eigenlijk de hele tijd in zijn werk laat hij zich inspireren door Bruno Taut. We hebben ook een interview met hem afgenomen over waarin hij vertelt over hoe belangrijk Taut voor hem was. En er is een maquette te zien. In Nederland zijn de voetsporen van Bruno Taut eigenlijk ook heel erg goed te zien. In Almere is een wijk de Regenboogbuurt. En die wijk is in de jaren 90 bedacht. Een kleurenwijk, helemaal geïnspireerd op de kleurrijke arbeiderswijken die Taut bouwde in Berlijn en in Magdeburg. Museum Het Schip is alleen te bezoeken middels een tijdslot. Kaarten kunt u reserveren op www.hetschip.nl. Ook is hier meer informatie te vinden over de tentoonstelling en verdere maatregelen die Museum Het Schip op dit moment hanteert.